Wat gaan we opnemen vandaag? Ik denk niet, wat ben je nou aan het doen? Foto's opnemen. Dat is niet slim. Dat is echt heel dom. Gaan we weer eten. Dit is echt dom, hè? We doen welk team het meeste aankomt in 1 uur. Echt? Dan stop ik nu met eten. Daarom is het niet slim om nu een boterham te eten. Eigenlijk moet je ze poepen en plassen nu het nog kan, voordat het uur ingaat. Nee, bewaar nou voor tijdens dat uur. Nee. Bewaar nou voor tijdens... Dit kan er niet in, dit moet geblurred worden. Want? We doen niet aan food waste. Oké, maar mag ik ook niet drinken? Het mag wel, maar je wordt zometeen gewogen. En dan, dat is je startpunt. Dus als je nou water erin gaat gooien, dan word je alleen maar zwaarder van. Ja, oké, dan gooi... Dit is echt zo zonde. Wat ben jij nou weer aan het doen? Laat mij lekker die puzzel maken. Laat mij stomme die puzzel gewoon lekker maken, joh. Wat is er voor puzzel dan? Het is een puzzel met het hoofd van Rob erop. Over Rob gesproken. Doet. Rob doet niet mee vandaag. Waar is die gast? Ja, hij is een video aan het editen. Ja, what the fuck? Goed nieuws. Rob, kom. Milo, je zou je Burberry trui in een bank zitten video aan. Dat heb je nog steeds niet gedaan. Zal ik hem eerst volgende video aan doen? Ja, morgen? Zal ik hem morgen aan doen? Ja. Dus jij er heel blij voor. Je bent ook zo makkelijk in omgang eigenlijk. Ja, maar ja, weet je, soort... Het is bizar. Ik heb geen reden om hem niet aan te doen. En als ik hem daar een plezier mee doe, ja. Maar waarom had je dat nog niet eerder gedaan? Ik heb niet gereden voor eigenlijk. We moeten gewoon meer geflexed worden in deze bankzittersvideo's. Liedje zingen! Oh nee! Wat een vette trui, ja! We kunnen twee manieren onszelf wegen. Of we klimmen allemaal op Koens rug en dan tot hoe ver zijn knieën doorzakken. Dat bepalen we. Zou die sowieso even proberen? Ja! Handje los, handje los! En nu doe je knieën squatten. 86 squatten. Kilo. Ja, wow! Je kent toch Dunne Roel wel? Ren eens even als Dunne Roelie. Ja, hebben jullie weegschaal? Ja, maar die is kapot. Ja, dat is dus de tweede manier om te meten. Hij dacht dat als jij je stijf krijgt, dat je dan zwaarder wordt, omdat dan het bloed... Ja, bij mij is het zo'n groot... Kijk, bij jou is dat een heel klein verschil. Nee, denk maar. Je dus moet daar niet stoer aan doen. Ik heb soms wel, als ik een stijf krijg, dan moet ik bloed bijpompen. Gaat hij wegen met of zonder Rolex? Ja, ik weiger mijn moes nukkeltjes uit te doen, hoor. Ja. Ten eerste regel, je moet met exact hetzelfde op de weegschaal gaan staan als dat je... Over een uur gaat staan. Ja. Ik heb niks in mijn zakken. Zal ik even zakjes leegmaken? Je mag dat allemaal in je zak doen, als je straks maar ook maar in je zak. Nee. Je mag het nu clean. Je wil gewoon een clean representation. We zitten in twee teams. Jij bent met Milo, dus Koen en Milo. En verder zijn Rob, Roel en ik een team. En je moet samen op pad om eten te verzamelen. Ja, en het gaat om het gewicht samen en dan hoeveel kilo je erbij kan krijgen. Maar wel per persoon gemiddeld, hè? Voor de duidelijkheid, het gaat alleen om. Want anders zijn jullie toch dik in het nadeel. Eten en drinken. Je mag niet dingen gewicht op jezelf nemen. Nee, dat mag niet. Je kan ook iets zo. In het anusje stoppen. Gaan we dan even doen als Rob erop staat dat hij dan oplopt? Zullen we het even doen gelijk? Dan hebben we die al vast gehad. Oké, Rob, jij weegt in deze outfit. Oh nee! Zo, jij bent zwaar, man! 70.1. Ik ben veel aan het trainen, ik ben 3 kilo. Jij hebt wel een boekenclub eruit, man. Die is al 2 kilo, denk ik. Ah, kut! Ik wil opnieuw. Mag ik poepen? Nee, ik wil ook poepen. Oh, ik zit al de hele tijd koffie te drinken. Alleen op jullie naaien mij op. Helaas, hij staat er al. Kut, en ik moest tanto nodig expres opgehouden voor dit. En hij weegt 80.5. Huh? Ik woog 96, toen dacht ik, weet je wat, we gaan die 100 aantikken. Maar toen lag ik daarna weer een pak koekjes met eentje leeg te vergeten. Toen dacht ik, dit gaat toch echt wel de verkeerde kant op. Het is alsof je op de snelweg rijdt, waar je op de weg rijdt, waar je 80 mag, ineens 96. Nou, laten we dan nog even die 100 aantikken, daarna gaan we weer gewoon. Klopt. Hoe weeg je 10 kilo meer dan Rob? Ja, omdat jij toch gewoon niks meer doet en ik ben nu aan het trainen. Rob spier is veel zwaarder dan... Rob heeft een zware trui aan, hè. De zware bankzitters pas, hè. Ja. Zo! Je gaat zwaarder dan Rob. Ik heb wel deze jas aan. Dat is zeker een kilo, deze jas. Ja, denk ik ook. Oh. Zo, die jas is gewoon 3 kilo. Die is echt zwaar, jongen. Zo! Wat een zware jas. Hey! Hallo! Hoe licht denk u dat ik ben? Ik denk dat jij... 61,3 weegt. 62,6. Hey, had ik het precies goed? 61. Je zei 3. Maar net woog je 61,3 toen je net al voor de opnames op de weegschaal ging staan. Mensen, heb je nou evenveel ondergewicht als ik? Gefeliciteerd met je goede spijsvertering, maar we gaan wel allemaal heel snel dood. Ja, ik heb lang niet gewogen, maar als ik boven de 90 weeg, zou wel een kleine L zijn. Je was wel dikker op een gegeven moment. Even erin doen. Zo! Zo, dat was geen... Hier is die olifant! Ik moet echt scheiden, maar dat is zo kut. Als ik dat van tevoren had gedaan, hoeveel scheelt dat? 5 kilo. Hoeveel? Ja, dat was ik 30 geweest. Ik ben dus echt benieuwd van wat als ik nu ga poepen, hoeveel ik dan weeg. Ja, maar ik ben gewoon benieuwd. Minder, hoor. Kilootje minder. Ja, maar mag ik het doen? Ja, dat mag, maar dit staat. Ja, maar dit staat. Ja, maar ik wil het alsnog gewoon doen omdat ik gewoon heel benieuwd ben. Doe maar. De uur gaat nog niet in, hè? Wil je het uur nu in laten? Ja, dat is op dit moment. Nee, oké, over 3 minuten gaat hij in, want dan is het 11 uur. Ben je al klaar? Nee. We moeten beginnen om 11 uur, check de tijd. Veeg even door. Ik zou niet te veel vegen, want alles wat blijft hangen, dat is gewicht meegenomen weer. Oh, ik ben niks veranderd. Ik heb 100 gram gepoept. Ja, je hebt je riem afgedaan. Hij is aangekomen. Hij is poepen. Ik dacht dat een drolletje wel een paar honderd grammetjes woog. Ja, maar ik had best behoorlijk drolletje. Mensen, willen jullie in de comments alsjeblieft even lieve dingen zeggen over mijn gewicht? Jullie hebben heel vaak hele vervelende dingen gezegd. Dus het zou leuk zijn als jullie nu iets gewoon zeggen over mijn autisme of zo, maar niet over mijn gewicht. Oké, de timer staat op 1 uur. Heb jij ook je timer op 1 uur? Zeker. 3, 2, 1, go. Oh, ja. We zijn los en we gaan aankomen. Rennen al, we rennen! Help me!
rustig! Ja, wij hebben geen plan van apen. Zullen we even lekker gaan zitten op de bank? Zullen we gewoon even de koekjes pakken? Zullen we lekker kipje halen? Zullen we kipje halen? Zullen we een glasje water eerst? Ja, ja, lekker een glasje water. Groot, een groot glas water? Ja, flink. Zo eentje? Een aardig glas. Nou, maar ik wil grote glazen. Ja, die zijn goed, hè. Deze. Ja. Nou, wat gaan we eten? Ik wil iets lekkers eten. Wat boeit mij het nou? Ja. Boeit me geen reetje. Ja, maar ik wil gewoon even lekker gaan eten. Maar even kipmel. Stevig dan? Wel stevig, maar gewoon even kipje zo. Waar heb je zin in? Ik heb wel zin in er staan altijd borden daar. In een lekkere warme kibbeling. Dat is wel goed vet. En dat vult heel erg, dus het is niet handig. Maar ik denk dat uiteindelijk, en Matty die heeft deze tactiek soort van bedacht. Ik denk dat dat wel de tactiek is. Gewoon eten waar je zin in hebt. Gewoon genieten van dit uurtje, man. Ja. Kosten van bank zitten is lekker vreten, man. Kom op, jongen. Uiteindelijk moet je iets hebben dat zo dicht mogelijk in je maag zit. Zeg maar zo compact mogelijk. En dat is vocht. Maar je kan het beste nu gewoon wat eten en dan alle ruimte om me heen met vocht vullen. Jij houdt wel van het nuggetje. Dat is wel lekker, ja. Gaan we nuggets halen? Ja, ik heb ze naar de bakker, dan gaan we roze koeken. Nou, dan gaan we voor jou naar de bakker, joh. Hey, ja, het is jouw feestje. Ja, een uur, man. Ben je ook echt zin, hè? Kibbeling. Kibbeling, ja, maar... Ja, maar is dat zwaar? Nou ja, een kilo kibbeling is wel echt... kunnen we fucking veel kibbeling. Oké, dus wil je dan en kippie en kibbeling? Ja, en dan gaan we gewoon lekker naar huis. Ja. En dan gaan we gewoon dat eten en water tanken, jongen. Dan zijn we over 20 minuutjes zijn we thuis. En dan hebben we gewoon lekker, kunnen we nog een half uur lang kunnen we gewoon beuken. Ja, want jij hebt gelezen dat je nieren 0,7 liter water per uur... Stond iets van, dat ging om water verwerken. Stond iets van, ja, als je in één keer bijvoorbeeld bij het sporten 4 liter water achterover slaat... Ja. Is er een kans dat je dat niet kan navertellen. Dat stond er, ja, dat stond er. Ik zweer het, dat stond er echt. Nee, ik weet niet wat het was, dat stond, ja, 4 liter. Zij gaan sowieso in de Mac. Ja, zij gaan Mac'en, dat is dom. Ja, dat Mac'en ga je bij zijn niet zo heel veel aankomen. En dan word je dus ook snel vol. Ja, Mac'en is echt twee dingen zit je vol. Wij moeten gewoon kipje, en ik denk niet eens je harde brood, ik denk gewoon die kipkroketten. Ja, tuurlijk, ja. Die kipkroketten moet je hebben. Dit is de viskraam. We hebben nog 53 minuten, Rolf. Ja. We hebben al 7 minuten vanuit door hierheen te rijden en door de voorbespreking. Maar we weten niet wat hij wil nu. Ik denk een haringkie. Hou op, man. Hollandse nieuwe. Vieze, smerige haring. Als je zo'n bonk toch naar binnen poft, dan is het klaar, hoor. Okay, nieuw plan, we zijn op het fruit overgegaan. Banaantjes. Bananen moeten verkijken. Vier bananen, maar het is wel veel schil bij bananen. Hoe is het zo? Je bent een kilo. 700 gram, okay. Neem maar mee. Maar die banaantjes die kan je overal tussen proppen. Ja, daarom. Die werken verstoppend. Dus... Dan moet je ze zoeken. Soep. Nee, maar ik hou niet van soep. Ik hou echt niet van soep. Soep is goed. Nee, ik hou niet van soep. Ik ga dat niet nemen. Dit is een halve liter soep. Ja, maar jij mag wel soep nemen van mij. Maar ik ga dat niet doen. Wil je dat? Ja, jongen, een liter tomatensoep. Dit slurp ik zo naar binnen, jongen. Ja, maar oké. Okay, we hebben nog 44 minuten en de kibbeling is daar. Lekker wachten en eten, zou ik zeggen. Nee, snel eten, man. Of je auto wat een stinkje. Ja, je auto stinkt sowieso. Ja, dat is al voorbij. Jullie zitten erin. Eten, broer. We hebben geen tijd te verliezen. Oké. Saus. Ja. Dames en heren, we gaan lekker scoopen geblazen. Hutsie. Nou, het komt net uit de frituur. Het kan nog warm zijn. Oh, lekker man. Gaan we kijken verliezen. Zullen we alle drie precies hetzelfde eten om te kijken of dat zo werkt? Nee. Zij zijn sowieso methodes aan het verzinnen om vals te spelen. Oh, halen die handel. Halen die handel! Wat vind je lekker? Oliebollen of krentenbollen of berlinerbollen? Eigenlijk appelflappen, maar dat, ik weet niet of dat zo veel. Ja, appelflappen is goed. Dat is goed? Dat is fruit. Jongen, ik pof twee van die appelflappen naar binnen. Dan hoor je me nergens meer over. Ja. Nu hebben we toch lekker tomaatsoep, bananen. Dit is wel een aardige combinatie, hoor. En appelbouillonnees. Appelbouillonnees. Sander de appelbouillonnees. Maar dit is wel een soort. Ik heb hier alles zin, maar de combinatie ben ik toch een beetje dubieus te vinden of zo. Ja. Anders kan je de kibbeling in de soep laten zwemmen. Hoeveel willen we? Een kilo kibbeling? Een kilo, natuurlijk willen wij een kilo. Ja, Anton, als je dit kijkt, type een zebra emoticon in WhatsApp, want dan weten we dat je dit goed hebt. Dan weten we dat je wel goed gespot hebt, want dit is echt belangrijke content. Of kijk je alleen naar de keiharde pieken waar we keihard lachen? We zijn nu al 25 minuten bezig. Dat is niet best, we hebben alleen een bakje kibbeling op. Koen, wat ik zo gek vind, dat er dan die van Rob hier gewoon ligt. Gewoon. Dat kleine garnaaltje van Rob, dat ligt hier gewoon. Hoe kan dat? Echt zo'n leuk. Piebels! Wij zijn even te wachten op onze kibbeling. Ik vond het een kilootje. Kilootje, dit is geen kilootje. Kilootje. Het is zelfs niet in één keer klaar, zeg maar. Zoveel is het. Zoveel is het. Maar willen we ook nog kippen halen dan? Ja. Ik heb een liter soep, hè. Maar ik zit denken, een liter soep, dan kun je beter een liter water drinken. Ja, hè. Nee, maar trouwens, bij 4 liter water ben je... Kan je niet navertellen. 4 liter soep, dan heb je niks aan de handje. Ik zit nog lang niet vol, hoor. We hebben nog 36 minuten. We hebben sneller eten nodig, wat gewoon hap klaar is, weet je wel. Becky! Hey! Oh, ik wil een iced tea van de Mac. Zullen we naar een andere ding rijden? Dan haal ik even die koeken, want die wil ik eten. Ja! Deze roze koeken zijn toch zo ongekend lekker. Dit is niet normaal. Dit zijn van die glibberkoeken, weet je wel. Kijk gewoon een lekker stukje cake uit het vuistje. Een hapje van mijn cake. Godverdomme. Wat kleine hapjes neem jij, joh. Ja, bro, het is moeilijk om dit te eten. Het is ook alles behalve een lekkere cake. Nee, joh, het is een hotelcake, man. Het is echt een hotel. Het is echt een begrafeniscake. Ja. Zou je hem hebben? Verse ga je niet krijgen. Dit is wel, is het even recht uit de zee. Ik heb 10
kipcrackjes besteld. Lekker. Die komen eraan. Snel naar binnen. We hebben nog een half uur ongeveer. En we hebben nog niks te chop, maar dat, ja, in een half uur kan je flink beuken hoor. Ik denk dat zij gewoon ergens onderweg eten. Ik denk niet dat zij thuis komen nog. We hebben 10 kipcroketten. Bananen. Een liter soep. Die soep, die, daar ga jij me lekker mee aan de slag. Ja, de appelboezemjes. Dit is mijn pakket. Als we dit wegbeuken, wat is dan jouw voorspelling? Als we dit allemaal op zouden krijgen, krijgen we het natuurlijk niet. Maar stel dat we het allemaal op zouden krijgen. Zouden we toch allemaal een kilootje met water tussendoor? Ja. Zouden we toch allemaal een kilootje of drie erbij moeten krijgen? Ja. Als je ergens goed aan kan komen, Rob, dat weet jij. Dan zijn het de gouden bogen. Dan zijn het de gouden bogen. We zeggen deze keer geen dat worden vandaag niet betaald. We hebben dus een solide techniek. We hebben die kibbeling al een beetje in ons maagje. Maar vis moet zwemmen. 9 grote water. 9 grote water. Ja. Ik ben nu net op. Hoe maak je dit open? Ja, weet ik veel. Oh! Godverdamme! Ah! Alsof je een dier open snijdt. Dit is echt fucking veel soep. Godverdamme. Nou, ik ben Godverdamme. Godver. Hey, jullie zitten ook te eten. Soepje. Appelflap? Zie je. Mackie, dat twee beurs in je vol. Nou, wat zit er in die zak dan? Flesjes water. Hij doet hier lekker dood. Even 4 liter, hè? Ga je dood van, hè? Dit is echt cheat. Dit is echt zo zwaar, hè, gek. Ja, maar dat is echt veel te zwaar. Even voor het overzicht. We hebben nog 9 minuten. En we hebben eigenlijk. Nu moeten we pas gewicht gaan tanken. We hebben nu pas een soort van. Je ziet je zwaarder worden gewoon. Kom er nou even op. Die doet toch niet in je Ari? Je bent echt niet goed. Maar dit gaan ze zien, joh. 2,5 kilo. Ja, maar dit is. Als het lukt en ze trappen erin, dan is het wel. Dat zie je niet, toch? Nee, dit zie je niet. Nee, waarom doe je broek zo skaterboy, joh? Dan ga jij pepernoten in je ballen doen. Maar dit is leuk, maar dit gaan ze dus nooit zien. Dit is gewoon die natural look, weet je wel. Deze koek is echt fucking lekker. Maar ik heb nog geen water op en ik heb nog maar een paar minuten. Die koek weegt helemaal niks, die koek. Maar hij is gewoon vreselijk lekker. We hebben de bakker, ik dacht dat wij broers waren. Dezelfde trui en dezelfde kleur jas. Ik heb echt geen moes knuckles jas, jij. En hij weet je wat hij tegen die vrouw zegt? Vrouw, ben toch helemaal niet zo lelijk? Ze moesten wel lachen. Hey, normaal niet. Jawel, ze moesten echt keihard lachen. Ja, ze stond zo achter die balie. Je moet het doordrinken, we hebben nog een paar minuten. Ik geniet van mijn koek. Ah, mijn bek zat in de vries. Hij is fucking bad, jongen. Je hebt dat gewicht ingeslikt of zo. Nee, blijf gewoon drinken, wat een strijder. Lekker, broer. Ik hit die liter nu. Jij hit gewoon bijna andere deze man. Je weet wel op gram, hè? Alles neer. Alles neer. Geen slok, geen hap. Oké, snel wegen, want ik ga echt kotsen. Kom. Voordat we gaan beginnen. Voor hier die handen. Wat is dit? Hier verstop je iets in. Oh nee, dat is gewoon je borstkast. Verstop je hier. In dat onderbroekje, nu laten zien wat erin zit, behalve die. Dit is echt als een lul. Ja, jongen, ik vertrouw je voor een meter. Ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Oi, oi, oi! Oh, wat zijn die gasten, die gloeien bij. Jij hebt nooit een lul. Wat ben je dan? Zeg, zo gaan cheaten. Nou, op de ruim. Ja, maar kijk, ik ga het mezelf niet uithalen. Oké, is goed. Eerst gaan we wat het is. Ik heb echt geen flauw idee. Ja, eerst zeg even raar. Een zak snoep of zo? Kruidnootjes. 63, yes! Ja, ja. Plus 1,6. Yes! 71,2. Yes! Dat is maar... Wat een behaarde pen, zeg. Godverdomme. 82,2. Dat is 1,7. Mina heeft een halve kilo kibbeling op. En een halve banaan. En appelbignet. En een kroket. 88,9. 1,9, ja! Ik moet dus 2,5 kilo zwaarder zijn geworden om te winnen. 2,45. Dus jij moet... 2,5. Dus ik moet 80,3 wegen. 81,3. Nee! 80,4. Je bent 2 kilo zwaarder dan net. Ik voel me niet oké. Beuken, jongen. Ik heb echt zo op zo'n ongekend niveau. Dit te pompen, gewoon alles erin. Maar hij zegt ook, Rob zit in de team, dus ga zeker vals spelen. Besef, wij zitten in de automat, zeg ik, Milo. Die gaat zeker vals spelen. Zullen wij dat ook doen? Hij alles verzonnen. Ik heb niks gedaan. Kijk, ik win de schuld. Maar ik moet zeggen, het viel niet op. Nee, dat zien ze nooit. Als je niet gefouilleerd had, had je het never gezien. We hadden het helemaal zo gedaan dat je niet zag. Maar hoeveel kilo was dat? 2,5. Dames en heren. Jij bedankt voor het kijken. Blauw Dempster Top zei, doe dit vooral thuis na. Stop jezelf vol met water, maar niet meer dan 4 kilo, want dan ga je... dood.